Het is ook zo'n mooie echo hier. Een hele goede morgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie zin hebben in vandaag. Ik in ieder geval wel, want we gaan de dag beginnen met lekker wat broodjes. Er is alleen één probleempje en dat is dat Maisha op dit moment eventjes weg is. En ik moet de broodjes precies gaan timen dat de broodjes klaar zijn wanneer zij thuis komt. Maar ik weet niet precies wanneer ze thuis komt, dus ik gok er gewoon op dat het nu binnen... Hoe lang moet ik ze hier bakken? Binnen 6 tot 8 minuten dat ze thuis is, dat ze op zich redelijk moeten kloppen. Dus dan gaan wij gewoon de oven open doen en dat vind ik zo lekker hè jongens. Gewoon van die vers gebakken vers gebakken broodjes. Je moet alleen oppassen voor die gigantisch hete oven. Oh, maar het is elke handeling waard. Yummy. En terwijl de broodjes in de oven zitten, ga ik denk ik een beetje scheren. Want de laatste tijd wordt het langer en langer. En dat is op zich niet heel erg, maar ik vind dat een beetje onverzorgd eruit gaat zien. En natuurlijk heb je fans van baarden, niet fans van baarden. Ik vind mijn baard op zich best wel leuk. Alleen nu is hij gewoon iets te ver, dus ik ga hem even trimmen. Ik heb alleen geen trimapparaat meer, daar heb ik de oplader, kan ik niet meer van vinden. Dus waarschijnlijk gaat er echt een heel gedeelte af. En ga ik heel wat jaartjes jonger lijken. Dus niet schrikken als je mij straks met iets minder van een baard ziet. Want daar ga ik nu eventjes aan werken. Mijn baard is weg! Nee! Oh, kijk nou. Ik ben echt zo'n glad geschoren... Maar niet helemaal. Pillenmannetje. Nee, niet helemaal. Want ik heb niet de rest van mijn scheerapparaat. Ik kwam net Enzo tegen en die heeft echt een rode baard. Echt. Veel te grappig. Ja, maar hij heeft nooit een baard. En nee. Ik heb net vandaag dat was ik hem... Was ik echt ben. Ik dacht echt, hé, is dat Enzo? Ja, want hij belde mij nog zo net en zei ze van, ja, ik zie je auto staan. Ik zei van, zou kunnen, waarschijnlijk in Zeist. En ze van, ja, klopt, ben je er? Ik zei, nee, ik ben er niet, maar ik weet wel iemand die er is. En hij heeft je dus uiteindelijk toch gevonden. Ja, plotseling zag ik hem random op straat. Ja, dat is wel heel grappig. Maar het grappige is dus ook wel dat Enzo, die heeft eigenlijk nooit een baard. En tenminste, heb jij hem ooit met baard gezien? Nee, dat was de eerste keer. Ik ook niet. En ik heb juist altijd wel een baard. En dit is gewoon echt precies de dag dat we allebei besluiten om het om te draaien. Oh, alhoewel? Ja, waar. Hoe lang doet hij erover om een baard te groeien? Ik denk wel lang. Ja, ik denk het ook wel. Nee, hoe snel gaan we? Een week? Ja, een week of zo inderdaad. Anderhalf. Ja. Toeval. Maar wij zijn even de post op de post aan het doen, bij de post. En Maisha heeft allemaal post voor haar webshopje. En ik dacht van, is het niet leuk om te kijken wat voor rare namen er allemaal tussen zitten. Want altijd als je post doet, heb ik ook met de merchandise die ik opstuur. Daar zijn er altijd namen bij dat je denkt van, wat? Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Ben jij nog leuke namen tegengekomen? Ja, ik zag net namelijk deze. Oostknollendam. Oostknollendam. Shoutout naar iedereen die in Oostknollendam woont. En heb je er nog een? Even kijken, we hebben hier een hele stapel. Bitchum. Oh, Bitchum. Ik denk dat dat in Friesland is, want het is Friesland? 9000 nog wat. Oké, postcode 9000, oké. Okay. Dus ook shout-out naar iedereen in Bitchum. Ik ben heel benieuwd of er mensen daar wonen die wij kennen. Herkenbos. Is dat vlakbij Den Bosch? Ik weet het niet. Amsterdam. Amsterdam, nou die kennen we dan wel. Dus er gaat in ieder geval een pakketje naar Amsterdam. Maar dat is wel heel grappig aan de merchandise en aan jouw post natuurlijk ook. Dus dat je zoveel verschillende soorten namen tegenkomt. Maastricht, Ede. Represent, Ede. Goes. Arnhem. Gravendeel? Ja. Die ken ik ook niet. Westzaan. Deventer ken ik wel. Drachten. En Drachten, die ken ik ook. Nou, dat zijn toch nog best een aantal dorpen die we kennen. Maar we moeten nu wel een beetje gaan doorlopen, want de postbode kan er elk moment aankomen. Dus nu moeten wij zorgen dat in ieder geval onze post op tijd is. Terwijl we aan het lopen zijn, wil ik ook nog even een Pokémon vangen voor de first catch of the day. Dus ik heb mijn lieftallige assistente, die volgens mij gewoon een Weedle in de pocket hier heeft. Of niet? Oh, niet? Oh my god, schatje. Je wordt gewoon aangepakt door een Weedle. Oh, komt effect. Oh, lekker hoor. Zo, ze is het niet verleerd. Daar zit nog een goede techniek achter. Hebben we hem? Yes! First catch of the day. Hupsakee. En we beginnen weer bij nummer 1. En een curveball. Jeetje, schatje. Let's do this. Je kan het nog net zoals vroeger. Oh. Een tijdje geleden is ons brandalarm... Batterijtje opgegaan. Hoe weet je dat nou? Nou, je hoort dan elke...
wat is het, een minuut of zo? Ja, nou, wel vaker denk ik. Elke half minuut hoor je dan een keiharde piep. Echt heel hard. Ja. Dus, nou, we hadden hem eruit gehaald om die piep te stoppen en hebben een nieuwe batterij gekocht. Alleen, wij kennen deze brandmelders niet, want die zijn van het huis hier. Die neem je over het algemeen over in een huurhuis. En wanneer ik de nieuwe batterij erin stop, gisternacht om 3:00 PM, ging die keihard piepen. Echt gewoon brandalarm. Dus ik ben bang dat hij het weer gaat doen. Ja, want toen ben je gestopt, doordat het zo laat was. Het was zo laat. Ja. Zo'n hard geluid. Het deed echt zoveel pijn aan mijn oren. Oké. Okay. Wil je niet een soort van koptelefoontjes op? Ja, en dan? Als hij dan blijft doorgaan, hoe stoppen we hem? Of... Als het goed is, zit er een soort van testknopje op, volgens mij. En misschien is die automatisch ingedrukt? Ik weet het niet. Maar we kunnen hem gewoon erin stoppen dat ik hem dicht doe. En dan kijken of het stopt of niet. Ja. Maar volgens mij krijgen we echt serieus de buren achter ons aan. Ah, die hebben dit ook wel een keer meegemaakt. Maar misschien zijn ze bang dat er echt daadwerkelijk een brand is. Is. Daarom. Nou ja, laten we het proberen. Oké, okay, gaan we het doen? Yes. Oh, echt. Jongens, alvast als je een koptelefoon op hebt... Haal hem maar af, want dit is echt verschrikkelijk. Hoe moet je eigenlijk? Oh, zo. Oh jee. Het is ook zo'n mooie echo hier. Zie je? Oh! Yay! Nice! Oh my god! I love it. Nice. Maar nu moet je een testknop of zo? 3, 2, 1. Die werkt. Hey, nice. Oh, gelukt. Dus hij is gewoon als hij open is, dan maakt hij dat geluid. Ja, zo van, hey, er is iets verkeerd. Ja. Oh, ik ben blij dat het gelukt is. Ik dacht echt dat het ding eeuwig aan bleef staan. Jongens, we hebben wat snoepjes in dat balletje daar gedaan. En ze worden echt helemaal lijp. Moet je eens kijken naar de money. Als ze de bal draaien... Oh, nu zijn ze door mij afgeleid. Maar als ze die bal draaien, dus als ze een beetje mee rondlopen, wat money nu gaat doen... Toch? Ja? Dan is er dus een kans dat er een snoepje uitkomt. Maar ze zijn echt helemaal enthousiast. En constant met dat balletje aan het rondrennen. Ze vinden het echt fantastisch. En dit is wel heel grappig, want we hadden toevallig dit balletje gekregen van een kijker. Dus dat is wel echt superleuk dat ze het echt zo leuk vinden. Want eerlijk gezegd had ik het niet verwacht. Maar als je die twee zo bezig ziet, dan bevalt het aardig goed. Bracht me daarnaast ook op een idee om 2 goaltjes te kopen. En dan konijnenvoetbal te gaan doen. Want als je zo kijkt... Zou dat serieus nog werken ook? Ze zijn zo druk bezig met die bal rond te slepen. En voor het eerst is Moni er beter in. Moni kan veel beter met die bal ronddraaien. Kijk maar, die heeft echt wel de overhand in het spelletje. Moet je kijken, joh. Die techniek van Moni. Oh, jee. We hebben hier ook nog een ander balletje. Maar die heeft niets erin zitten. Dus die is niet echt heel interessant. Die rinkelt alleen. Maar ja, op het moment dat er snoepjes in zitten of eten, dan wordt natuurlijk zo'n balletje een stuk interessanter. Zal ik eens kijken? Moet je eens kijken hoe Moni erachteraan rent. Hé, hey, Moni, kijk. Hupsakee. En hij is erachteraan. Maar hij ziet nu dat Naga aan het eten is. Dan denkt hij, hé, komt hier ook eten uit? Komt er ook eten uit? Waar is het eten? Waar is het eten? Waar is het eten? Die zit in de bal, Moni. Daar. Ja, Naga heeft hem door. Alright, nou Naga gaat aan de bal. Maar volgens mij is dat echt geniaal. Als we daar 2 goaltjes voor kunnen vinden die een beetje klein zijn, dan hebben we denk ik wel weer een heel leuk concept bedacht. Oh jongens, er is een probleem. Monster heeft de bal in de hoek geduwd en die zijn ze aan het kijken hoe ze erbij kunnen komen. Normaal had ik hem al gepakt, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe oplossend ze denken. Monstertje, pak de bal. Pak de bal. Je kan dit. Ja, maar hij past er ook gewoon tussen. Oh my god, hij doet het. Als een wormpie gaat hij ertussen. Oh, oké, ik pak hem wel voor jullie jongens. Kijk, sportief gedrag, hè. Sportief gedrag. Kijk er eens en de bal is weer vrij. De monster is erbij. Nu is het perfecte moment om nog even wat fanmail uit te pakken. Want we hebben nog een stapeltje liggen. Dus ik ga gewoon random wat dingen eruit pakken en kijken wat erin zit. En dat wordt wel leuk, denk ik. Duimpje? Duimpie. Iemand heeft dit volgens mij echt met industriële lijm dicht gemaakt. Holy guacamole. Die gaat niet makkelijk open. Zo. Ik denk een tekening. Ik gok. Oh.
Oepsie. Ik laat echt niet jullie spullen vallen hoor. Echt niet. Echt niet. Maar ik heb wel... Hey. Design. De Deadly Dodo. En iemand stuurt... Yo Wouter, ik kijk al vanaf het begin naar jouw vlogs. De leukste vlog vind ik dat jij en Maisha... Wat gaan wij doen, schatje? Wat is de leukste vlog? Nagaatje ophalen. Ja, dat jij en Maisha Naga op gaan halen. Mijn grootste droom is om jullie ooit in het echt te ontmoeten. Groetjes, Manouk. Nou, dat is wel grappig, want wanneer jij dit kijkt, staat als het goed is om zondag 12 uur 's middags een video online over een meet and greet die ik doe. Dus check zeker even die video. Ik weet niet hoe die heet, maar zoek gewoon op mijn kanaal. Dan weet je echt wat te vinden. Maar super tof, dankjewel voor de tekening. En natuurlijk het briefje. En hopelijk mogen we jou ook een keer ontmoeten. Wat is echt een mooie trap. Ik voel dat dit niet een normale envelop is. En het is heel raar om uit te leggen waarom ik dat voel. Moet jij maar eens voelen. Oh jee. Voel mijn envelop. Oeh. Voel je het? Gel. Gel of een crème. Een maskertje. Ik weet niet wat erin zit, maar het is geen papier. En dat maakt het toch altijd spannend met pendel als je geen idee hebt wat erin zit of wat er überhaupt in kan zitten. En het is een verfrissend maskertje. Dat is toch wel fijn. Ik had het goed. Dat is toch wel fijn. Jee. Maar dat is best wel handig, want ik heb me net geschoren. Dus nu kan ik gewoon meteen een verfrissend maskertje nemen. Kijk. En hem zo. Oh nee, schatje. Oh, het is ook nog blauw. Oh jee. Of course. Kijk, nu zo. Maar eerst moet je je huid schoonmaken. Oh, die is al schoon. Ik maak mijn ogen schoon. Doe ik zo een beetje. Oh, het lekt. En zo. Ben ik zo bij de snor. Zo. Lekker. Verfrissend. Verfrissend genoeg om nu in ieder geval even het ding te gaan openmaken. Nee. Alright, we hebben hier lieve Wouter. Ik kijk jouw vlogs al vanaf het begin. Dit is de eerste keer dat ik wat opstuur voor jou. Het is een gezichtmasker voor jou en voor Maisha. Het zijn twee heerlijke maskertjes van Nivea. Kunnen jullie heerlijk van genieten? Eén vraagje. Zou je deze brief willen voorlezen in je vlog? Nou, bij deze. Veel liefs van Marcella. Dankjewel voor het opsturen. En dit is wel heel lekker. Ik weet zeker dat Maisha er ook van gaat genieten. Ik vind hem in ieder geval lekker en het is perfect. Nu voor het slapen gaan. Ik draag echt bijna nooit maskertjes, dus ik weet ook niet of ik het goed doe. Doe ik het goed, schatje? Volgens mij moet je eerst je huid vochtig maken en zo, zodat het er goed kan intrekken. Maar je doet het goed, lekker ding. Yeah. Als we dan toch bezig zijn, doe ik er gewoon nog eentje. Terwijl ik even geniet van mijn maskertje. Wij pakken er een brief erbij. Een brief. Ik zie al dat die van Siska is. Hey Wouter, omdat je de verpakking van mijn brief zo leuk vond, heb ik besloten om er nog maar zo eentje op te sturen. Waarom laat ik alles vallen? The drop again. Echt. Maar oh, nu... die herken ik. Ja, ze had al eerder iets gestuurd. Siska heet ze. En ze had inderdaad al eerder enveloppen gestuurd. Dus nu kunnen wij ook gewoon enveloppen met Disney gaan versturen. Dus super bedankt. Dat komt helemaal goed. Kijk wat nou, lief. Oh, je hebt zelfs gewoon papier. Hey, dat is toch wel handig. Super lief, dankjewel Siska. Dit gaat zeker nog wel van pas komen wanneer we iets naar iemand moeten versturen. Zo, nu mijn huidje weer helemaal fris en mooi is door dat maskertje, ga ik lekker naar bed toe. Ik heb een super leuke dag gehad en ik hoop jij ook. Mocht je nou een trouwe fan zijn van de vlogs, vergeet dan niet dat duimpje omhoog te knallen, hè, jongens. Dat maakt me altijd zo blij als jullie dat doen. Vergeet ook absoluut niet om te abonneren, want dan ben je elke dag op de hoogte van de nieuwe video's die ik upload. En zie ik jou... heel graag volgende keer bij een nieuwe vlog. Let eens op, hè. De meet and greet video staat om 12 uur om zondag online. Dus check die ook zeker even als je mij een keer wil ontmoeten in de regio. Hilversum, Utrecht, Amsterdam is. Kijk maar gewoon de video en dan weet je alle informatie. Dus super erg bedankt voor het kijken. Hele fijne ochtend, middag en avond. En ik zie je heel graag volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot volgende keer, mensen. Ciao.